Ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat heel veel is aangevraagd naar aanleiding van een muesli video die ik gepost heb. Ik ga jullie vandaag namelijk laten zien wat de clone transition is en hoe je dat kan maken. Mocht je nou niet weten wat de clone transition is, kijk maar even mee. Dit is een clone transition en het woord zegt het al, clone, oftewel een tweede jijzelf. Superleuk, ik ga het jullie vandaag allemaal uitleggen hoe je dit zelf ook kan maken. Het is niet extreem moeilijk, wat de meeste van jullie wel denken. Aan het einde van deze video kunnen jullie het allemaal, dus zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet onder niet te abonneren en let's get started! Voordat we gaan beginnen met de video wil ik jullie eerst even vertellen dat ik dit jaar aanwezig zal zijn op de Dutch YouTube Academy 2018. De Dutch YouTube Academy is een heel groot YouTube event in de jaarbeurs in Utrecht en is dit jaar op zaterdag 21 en zondag 22 april. Ik ben er beide dagen bij en ik kijk er echt naar uit om jullie allemaal te ontmoeten. Weet je nou niet wat de Dutch YouTube Academy inhoudt of wil je even zien hoe het er allemaal uitziet? Dan kan je nu in het i'tje mijn Dutch YouTube Academy vlog van vorig jaar vinden. Wil je meer informatie over het bestellen van tickets etc? Dan kan je het beste in de beschrijving checken. En dan gaan we nu echt beginnen met de video. Als eerst ga ik jullie vertellen wat je allemaal nodig hebt voor de clone transition. Mocht je mijn andere slow motion muesli video niet hebben gezien waarin ik laat zien hoe ik mijn slow motion muesli's maak, raad ik je aan om die misschien even te kijken zodat alles wat duidelijker wordt. Het is niet per se nodig, maar ik ga door de eerste stappen hoe je een slow motion muesli maakt wat je straks nodig hebt wat sneller heen, omdat de meeste van jullie dat waarschijnlijk al wel weten. Hè? Ik gebruik voor deze tutorial wel een iPhone, dus een Apple besturingssysteem. Maar ik weet niet of het op Samsung kan of op andere telefoons. Het zou kunnen, maar ik gebruik in ieder geval mijn eigen iPhone. En ik gebruik de iPhone van mijn moeder voor muziek op de achtergrond, zodat ik de slow motion goed kan playbacken. Ik gebruik deze keer geen iMovie, ik gebruik alleen VideoStar. En het is een gratis app die je kan downloaden in de App Store. Wel zitten de betaalde mogelijkheden daar vast, maar dat ga ik jullie straks allemaal uitleggen. We gaan als eerst beginnen! Stap 1. Als eerste gaan we een leuk muesli liedje kiezen die jij graag wil gaan gebruiken voor jouw clone transition. Ik heb deze keer gekozen voor slow motion muesli en het is zeg maar een conversation, dus een gesprek tussen twee personen. Dus dat komt goed uit. Het is namelijk deze, ik denk dat heel veel jullie hem wel kennen. Hij is van Mean Girls. Oké, ik ga dus deze sound gebruiken. Ik ga dus even opslaan zodat ik hem op mijn telefoon heb. En dan gaan we beginnen met opnemen. Ik ben ready om te filmen. Ik heb hier mijn moeders telefoon met daarop de sound. En ik heb hier mijn eigen telefoon om te filmen. Ik heb hem even uit het hoesje gehaald omdat hij dan makkelijker in het statief past. Ik heb een statief omdat je deze video in twee delen gaat opnemen. Je gaat namelijk eerst je eerste persoon opnemen en daarna je tweede persoon. En dat gaan we dan via VideoStar in elkaar editen. Het is dus erg belangrijk dat je telefoon op dezelfde plek blijft staan, want anders ga je helaas verschil zien. En dat is natuurlijk zonde. Mocht je nog geen statief hebben, dan kan je hem ook ergens op neerzetten. Maar zorg wel dat het beeld echt niet beweegt, want anders ga je het gewoon zien. En dat is zonde, want dan krijg je echt een lijn in het midden. Voordat ik ga beginnen met filmen, ga ik eerst even mijn achtergrond verdelen in twee delen. Dus waar mijn persoon 1 komt te staan en waar mijn persoon 2 komt te staan. Het is namelijk erg belangrijk dat ze allebei genoeg ruimte hebben. Ik trek de lijn meestal door op het midden, dus stel dit wordt mijn achtergrond. Dan zeg ik ongeveer dat persoon 1 hier komt te staan en persoon 2 komt daar te staan. Ik weet niet of jullie het helemaal begrijpen. Als ik zo meteen ga filmen, snap jullie het waarschijnlijk beter. Ik ga mijn camera klaarzetten. Ik ga persoon 1 voorbereiden. En dan kunnen we beginnen met filmen. Je moet gewoon zelf even kijken hoe je de tekst verdeelt. Maar bij mij is het een gesprek tussen twee personen, dus dat kan je best wel makkelijk verdelen. Je denkt gewoon, oké, persoon 1 zegt dat, persoon 2 zegt dat. Ik ga dus deze doen en persoon 1 begint met praten. Die zegt... Dit is persoon 2. En dit 1. En op het einde doen ze allebei in slow motion. Je kan het best wel goed horen. Het wordt straks allemaal duidelijker als ik ga beginnen. Dus ik ga snel beginnen en dan kunnen jullie meekijken. Ik film deze slow motions trouwens gewoon met mijn camera en dan op de slow motion stand. Hij staat nu aan. Ik ga het liedje aanklikken en dan ben ik ready! Ik heb nu persoon 1 opgenomen. Ik ga nu persoon 2 opnemen. Dus dan moet ik aan die kant van de muur staan, want ik stond net aan die kant.
Als ik dit gedaan heb, ga ik het editen. Maar we gaan eerst persoon 2 opnemen. En dat doe ik weer precies hetzelfde via de slow-mo camera op mijn telefoon. We hebben nu persoon 1 en 2 opgenomen. Jullie kunnen hiernaast nu meekijken op de schermopname, want het is tijd om te editen. Ik ga als eerst naar mijn fotoalbum toe en hier kan ik de twee slow motions bekijken. We gaan als eerst bij persoon 1 even het editen. Dus we gaan even het versnelde stukje met een balkje maken. En dan gaan we op een gegeven moment over laten lopen in slow motion. Dit is heel gemakkelijk en de meeste van jullie kennen dit waarschijnlijk wel uit mijn andere video. Je klikt op wijzig rechtsbovenin en dan ga je het balkje verplaatsen. En je hebt zeg maar het balkje met hele kleine streepjes. En dan heb je het grijze balkje met wat, ja, langere streepjes als het ware. Dus er zitten meer grijze balkjes tussen. Met de meer grijze balkjes is de slow motion en alle kleine streepjes achter elkaar is snel gefilmd. Dus je gaat hem helemaal schuiven totdat je denkt, nu komt de slow-mo. Nou, ik zie hem al, want ik gooi hier bijna dat plukje naar achter. Ja, hier. Nou, daarom dan een slow motion. Dan ga ik hem nu verknippen vanaf het begin waar hij pas begint, want ik begon eerder met filmen. Dat kan je trouwens gewoon doen door hem zo te slepen, maar dat kunnen jullie naast wel zien. Het is trouwens erg belangrijk dat je de sound goed knipt, want anders loopt hij straks niet gelijk met persoon 2 en dan kloppen de monden niet met de sound. En dat wil je niet, dus ik ga hem echt heel goed knippen. Oké, yes, ik heb hem goed aan het begin. Nu nog op het einde. En het einde kan je gewoon wel een beetje bepalen. Ik doe meestal wanneer ik uit beeld ben. Of wanneer ik voor mezelf echt op een bepaalde pose zet. Dat ik denk, ja, nu heb ik wel genoeg slow-mo. Dat doe ik nu ook. Ik doe wel gewoon dat ik het haar... Zo, is goed. Dan klik je op gereed. En dan doe je kort origineel in. Tenminste, dat doe ik altijd. Je kan ook doen bewaren als nieuw fragment. Dan kan je hem later nog aanpassen. Ik weet meestal dat ik hem al wel goed heb. Mocht je hierover twijfelen, zou ik doen bewaren als nieuw fragment. Want dan kan je het later altijd nog aanpassen. Dan gaan we nu hetzelfde doen met persoon 2. We klikken op wijzig. We verplaatsen het balkje. Kijken. Hier. Dan gaan we nu knippen. Ik heb ook de tweede geëdit en deze heb ik nu ook opgeslagen. En nu is het tijd om naar Videostar te gaan. We gaan nu naar Videostar. Mijn Videostar is zoals je hiernaast ziet al geopend. Ik klik op het plusje bovenin. En ik kies dan voor videoformaat en dan kies ik de allerlinkste. Want ik wil... horizontaal beeld, dus dat die groot wordt. Je kan ook vierkant beeld, rechthoekig beeld of heel erg lang beeld. Ik kies voor horizontaal beeld, dus dan klik je op kies een liedje, want je wil een liedje kiezen. Dan kan je kiezen uit gratis, liedjes, artiesten, afspeellijst, podcast of video's. Ik kies dan een liedje uit mijn video's, want ik gebruik een sound van Musical.ly. Dan kies ik op video's en dan zoek ik de sound die ik heb opgeslagen. Ik heb de sound opgeslagen en ik heb hem hier gevonden. Als je de sound gevonden hebt, dan gaat hij hem dus afspelen. En dan klik je op video maken. Dan zie je nu jezelf in beeld. Hoi. En je gaat nu even klikken op opnemen, want je moet even een beeldje hebben om op te nemen. Dit kan gewoon een onzinbeeld zijn. Dat ga je later niet gebruiken namelijk. We gaan hem even opnemen. Als je een geweldig mooie video hebt opgenomen, dan klik je op het schaartje. En dan kan je even je mooie opgenomen video nakijken. Maar dat hoeft niet. Dat gaan we namelijk ook niet doen. Je klikt op nieuw en dan klik je op clip importeren. Hier ga je dan een filmpje kiezen uit je galerij en hier kies je dan dus de slow-mo van persoon 1. Wanneer die je filmpje ingeladen heeft, kan je kiezen of je hem wil importeren. Dat staat rechtsbovenin en daar klik je ook op. Dan gaat hij mee verwerken en dan duurt het een paar seconden, want dan gaat hij de hele video even inscannen en zo. Dan zie je nu op je scherm je video staan die je net geïmporteerd hebt. Maar we willen er nog eentje importeren, dus dat doe je door nog een keertje op nieuw te klikken. En dan klik je weer op clip importeren. Dan klik je weer op de filmrol en ga je de video van persoon 2 importeren. Als deze geladen is, wat bij mij nu het geval is, dan klik je op importeren. Moet hem even weer verwerken. En dan zie je daar persoon 2 staan, maar is je video van persoon 1 ineens weg. Nou, dan klik je op nieuw. En nu klik je op multi-leerknip. En dit is iets wat je moet kopen op Videostar. Dit kost ongeveer 5 euro en dan kan je het voor eeuwig gebruiken. Ik heb het wel gekocht en ik ben er heel erg blij mee, want hiermee kan ik dus deze slow-mo's maken. Heb je het niet gekocht, dan kan je een demo doen, dus dan kan je het even uitproberen. Volgens mij moet je het dan wel kopen, maar alsnog ga ik het jullie even laten zien. Ik heb het dus al gekocht, dus bij mij staat er geen demo of iets dergelijks. Maar even dat jullie het weten. Je klikt dan op nieuw en dan klik je op multi-leerknip. Dan heb je verschillende lagen. Dan staat er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan klik je op 1. En hier importeer je de video van persoon 1. En dan zie je, hier staat wissen bovenaan. Je hebt zo die balkjes. Staat de vormen, kleur, wissen, frame, geen.
Dan klik je op wissen en dan staat hier onderin een gummetje. Je hebt twee van die lijntjes. Dan staat er onder een gummetje. Nou, deze maak ik even wat groter. Ik denk zo. En met die andere bal kan je een beetje vaag maken. Zo. Dat doe ik straks, want dan ga je de overgang goed maken. Je gaat namelijk nu het stukje weghalen waar je zelf niet staat. Dus persoon 1 staat in dit geval, nou ja, als je naar het scherm kijkt, staat hij rechts. Maar links staat dus nu niks, want daar komt straks persoon 2 te staan. Dus dat ga ik weggummen. Nou, dat doe ik dus even kijken. Dat heb ik gummetje, ja. Nou, dat kan je dan dus heel erg goed weghalen. Haal niet te veel weg. Kijk even waar je ongeveer de lijn hebt gemaakt. Dan klik je nu op het wazige en dan ga je hem wat waziger maken. Zodat de lijn straks beter in elkaar overloopt. En dan zie je nu een beeld met een zwarte achtergrond. Of in ieder geval, nu is hij blauw, maar meestal is dat zwart. Nou, daar komt dus persoon 2 te staan. Dus ik klik nu op 2. En daar importeer ik mijn video van persoon 2. En dan ga ik precies hetzelfde doen, alleen wist ik nu hetgene weg aan de andere kant. Zo, klik je ook op klaar. En dan zie je nu, ik heb hem niet helemaal goed geknipt, want ik heb te veel ruimte. Dus ik klik bijvoorbeeld even op 1 en klik op mask bewerken. En dan ga ik hem even wat breder maken. Dit kan door op het potloodje te klikken. En dan kan je zo weer wat ruimte terughalen. Nu heb ik even wat anders bewerkt en nu ga ik hem weer klaar doen. En nu zie je dat de overgang al wel redelijk goed is. Maar je ziet het nog steeds een beetje. Ik ben er nog niet helemaal blij mee. Zo ga ik dus even wat proberen. Ik ga telkens op mes bewerken. Dus dan ga ik de ene wat scherper doen. Doe ik hem misschien wat minder met die vager in. Zo ga je dat even uitproberen. Totdat je uiteindelijk denkt van oké, je ziet nu niet meer dat ze tegen elkaar aangeplakt zijn als het ware. Dat ga je even proberen totdat je denkt van nu vind ik hem goed. Je moet hier een beetje je eigen draai vinden. En je moet gewoon een beetje mee leren spelen als het ware. Ik ben weer klaar met editen en ik ben terug. En dan moet ik wel zeggen, de muziek is gelukt, maar of ik hem perfect vind, nou nee. Want ik heb gefilmd voor een witte muur. En wat er dus met een witte muur is, ik film met studiolampen. En op een witte muur staat het licht nooit overal gelijk. Dus je krijgt heel snel verschil wat je ziet. Dus dat het daar net wat donkerder is, of daar net wat licht, of dat de schaduw valt. Daarom raad ik je aan, dat heb je ook kunnen zien in mijn voorbeeld. Gebruik een muur of een plek waar je zeg maar een soort van grens kan maken voor jezelf. Dus bijvoorbeeld een deur of iets dergelijks, dan zie je het ook niet. Maar bijvoorbeeld voor een witte muur is best wel moeilijk. Ik heb hem afgemaakt, maar het is gewoon even een tip voor jullie. Kijk maar even mee hoe dit is geworden. Nou, dit is de Musical.ly geworden. Ik hoop dat je hem alsnog erg leuk vond en dat je vooral wat van deze tutorial gesnapt hebt. Ik vond het best wel moeilijk om aan jullie uit te leggen, maar mocht je nog vragen hebben of mocht je iets niet helemaal begrijpen, laat dan even hieronder weten en tot de volgende keer. Vergeet natuurlijk ook geen duimpje omhoog te doen en te abonneren. Doei doei!